gaat ook wel heel langzaam omhoog. Ik heb het gevoel dat deze achtbaan heel oud is. Hij gaat echt heel langzaam omhoog. En voor mij is het wel een vrij hoge achtbaan. Maar ik ben benieuwd hoe die dat gaat hij dat halen, die looping daar. Want die ziet er echt voornamelijk hoog uit. Nou, ik geloof dat de bejaarde nog sneller boven is via de trap. We zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Het is ook een vrij rode achtbaan, merk ik. Alles is rood, bijna. Behalve de ondersteuningen. Die zijn mooi wit. Goede keuze trouwens, om een witte ondersteuning te maken in plaats van rood. Oké, de looping. Oh, het leek net of die niet vloeiend ging. Remmen. Oké, heel langzaam door de looping. Krijgen we weer remmen. Terwijl die al bijna niet nodig zijn, omdat de achtbaan er zelf wel heel sloom gaat. Oh, wat een rare bocht, joh. Oké, dat is de... Hij gaat wel vaak over de kop, merk ik al. Jeetje, het ging ook niet lekker vloeiend, leek het net. Ik weet niet of het aan mij ligt. Ik vind de hele baan sowieso niet heel erg lekker. Hij gaat meer over de kop dan dat het een achtbaan is. Nou, even kijken, jongens. Ik vond dit toch wel een mindere. Ja. Hij was ook heel groot. Wel leuk trouwens, die parkeerplaats hier. Dat is wel gaaf gedaan. Oké. We gaan naar de tweede achtbaan. En dat is Wonderland. Klinkt heel erg leuk. Heel vrolijk klinkt het. Wonderland, weet je al? Jee, we gaan in de Wonderland. Grading Tracks. Ik ben benieuwd. Kom maar op, Wonderland. Meen je dit? Oh, wauw. Ik dacht, waarom laat hij zo langzaam? Dit wordt er waarschijnlijk weer een heel park, maar... Ongelooflijk. Wat is dit nou weer? Het zijn dus wel meerdere coasters. Oh, het is weer een park inderdaad. Ik zit gewoon random nu in een achtbaan. In een sneeuwthema. En er gaat ook een hele steile achtbaan links van me, wat ik kan zien. En de rechts van mij zie ik een beetje in winterse kleuren, blauw en rood. Even kijken. Nou, het is geen hangende achtbaan, maar wel een leuke. Ik denk een afschietbaan, als ik het zo zie. Ja. En die ziet er ook wel heel leuk uit. Dus we hebben eigenlijk weer, net als de vorige aflevering, een beetje een twijfelgeval van... Dus we houden het even Wonderland, deze achtbaan. Daar wordt even bij, ja? Oké. Dat we hier ook als eerst in beginnen. Wow, dit is vreemd. Wow. Holy crap, dit is raar, joh. Eigenlijk moet je zo kijken, hè? Hoe ik nu kijk. Dat is de beste manier om de achtbaan te rijden. Wow. Echt zo apart dit. Oh, holy. Oh, dit is raar. Oh my god, dat is echt, het geeft echt een lekker gevoel. Ik wil heel erg sparen voor de Oculus Rift mensen. Alleen maar om dit. Oh. Om dit te kunnen. Ik hoop dat Oculus Rift wel ondersteuning gaat geven. Of No Limits ondersteuning geeft voor Oculus Rift. Dat zou fantastisch zijn. Kijk me gewoon vliegen. Ik vlieg gewoon serieus. En... Wauw. Dat was een heel schön coastertje. Heel goed gedaan. Echt, het gaf me echt een vlieggevoel. En deze, oh wat hoog dit joh. Kijk hoe fantastisch ze dit hebben gedaan. Ik vind het toch wel een heel gaaf park. En mijn complimenten.
Ik weet bijna zeker dat die wel gaat winnen op mijn lijstje, maar het ligt ook aan jullie. Wat kiezen jullie? De laatste achtbaan is de R. En R, dat doet me denken aan, ja, de lucht. Dus ik denk dat het wel een vliegende, hangende achtbaan is misschien. Dat gok ik. En R is de allerlaatste achtbaan die ik ga bereiden. Wat we daarna gaan doen, als jullie het een leuke serie vinden en jullie vinden dat ik verder dit moet gaan doen, dan download ik gewoon nieuwe achtbanen. Ga ik op zoek naar nieuwe achtbanen. En ik heb ook volgens mij wel eens een achtbaan opgestuurd gekregen, maar dat worden dan losse afleveringen. Wel No Limits natuurlijk. Het is een hangende achtbaan zoals ik vermoedde natuurlijk. En we hangen weer op zijn kop. Dus het kan misschien zijn dat deze beter is dan de Wonderland. We gaan het zo meteen zien. Nou, de kleuren zijn best bijzonder, blauw met zwart. Het is niet echt de mooiste achtbaan. Ik vind ondersteuning zwart vind ik sowieso niet heel erg mooi. Ik zou ze misschien een beetje donkergrijs maken, maar dat zwarte vind ik dan wat minder. Zo. Dat toetakelen, ja, ik word er een beetje moe van. Ja, sorry, ik kan niks aan doen. En we gaan naar beneden. Ik ben benieuwd. Wow, dat is weer eens wat anders dan een looping. Zo, door de paal heen. Minpunten, jongens, minpunten. Wow, ik krijg een rilling van zulke achtbaan, joh. Wow, echt gaaf. Dit zijn gave achtbaantjes, jongens. Nou, ik denk dat het wel heel duidelijk voor mij is. Wel leuk dat het trouwens onder, ja, in het water ligt zo, die buis. Dat vind ik echt heel vet gedaan. Trouwens echt vet dat je ook onder water kan kijken. Dat je gewoon onder water plantjes ziet. Even kijken waar dat kon. Ik zag het net toch. Ja, hier, kijk, op de bodem van de oceaan liggen zelfs plantjes. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de achtbaan. En ik denk dat het wel duidelijk is dat Wonderworld of die Wonderland, dat hij voor mij wel op nummer 1 staat. Maar laat zeker een comment achter, want misschien vond jij een andere achtbaan beter. Bedankt voor het kijken naar No Limits en tot de volgende video. Doei doeg!